Wij brengen de kinderen volgens uw woord naar u toe. U heeft dus duidelijk gezegd in uw woord en wij vertrouwen en geloven u als een kind. Laat de kinderen tot mij komen. De weg is vrij, Vader, om de kinderen voor uw troon te plaatsen. Wat zij in hun harten vandaag? U zullen laten zien wat zij graag willen vragen. We weten dat u ze zult geven, omdat u een betrouwbare God bent, u jokt niet. Ja, we zouden wensen, Vader, dit hele land Suriname aan u te geven. Dan weten wij dat het in goede handen zal zijn als wij als volk ook zouden doen, als kinderen van u. Zoals wij bezingen in ons volkslied, dat u onze leidsman bent. Dat wij als volk mogen leren vanuit dit woord, dat wij gezegend zijn. Maar vandaag in de kerk, Vader, uw kinderen, de gemeente, dat zijn wij allen, bidden voor ons allen, maar in het bijzonder voor de kleinen, zodat wij in hun sporen ook mogen treden, dat wij deel van uw koninkrijk mogen zijn. Zo vragen wij in zijn naam, in u, Vader, Abba, Vader, u alle macht gegeven heeft en zit op de troon. Dat zij vandaag gezegend mogen worden bij de aanraking die straks zal geschieden. In de naam van Jezus. Amen.